Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn. Het is tijd voor een nieuwe videoreview, in dit geval van Watch Dogs 2. Dit is Leon. Hoi Leon. Hoi. Ik ben Peter en Watch Dogs is niet vrij van controverse. Nee. Dus de franchise aan zich dan. Ja, nou dat komt vooral natuurlijk door het eerste deel. Want dat begon al met dat het ooit op de E3 er heel vrij uitzag. Ja. En uiteindelijk bleek het toch allemaal minder mooi te zijn dan dat het uiteindelijk was. Ja. Nou, ik was fan van het eerste deel. Ik vond 1 en Pierce fucking awesome, juist omdat het zo gritty was. Maar Watch Dogs 2 is dus heel veel goed te maken, of tenminste heel veel vibe goed te maken. En daarvoor hebben ze gekozen voor San Francisco. En volgens mij is dat een hele relaxe keuze als je gameontwikkelaar bent. Ja, want San Francisco is gewoon super vet. San Francisco is echt een hele toffe stad. Het is ook een zonnige stad. Dat helpt volgens mij heel erg op het grafische vlak. Ook al heb je in het echt ook heel veel mist, hoor. Maar dat is in de game wat minder. Nee, heb je in de game ook mist? Jawel, maar niet zoveel als in het echt. Nee, is het echt heel veel mist daar? Het is een hele mistige stad. Oké. Maar vertel even, hoe is San Francisco? Ja, ik vind het veel toffer dan Chicago. Want Chicago had natuurlijk een beetje dat grauwige en gritty. Dat past ook heel erg bij het verhaal. Ja. En San Francisco is veel zonniger en dat past ook hier weer een beetje bij het verhaal en de hele sfeer in de game. En het is gewoon een hele toffe stad. Noem eens een voorbeeld van wat tof is in San Fran. Golden Gate Bridge. Ja. Alcatraz. Alcatraz is vet, vind ik ook. Plus, het is niet alleen San Francisco, maar ze hebben eigenlijk een beetje de Bay Area gedaan. Dus San Francisco is wat kleiner dan dat het in het echt is natuurlijk. Maar daar heb je daaronder Silicon Valley zitten. Dus daar heb je bijvoorbeeld dan Noodle, dat is eigenlijk Google. En dan heb je daar een hele campus zeg maar. En dan je hebt ook nog Oakland en Marin. Dus die zijn vrij klein, maar dan via Marin is, of Oakland is gewoon natuurgebied. Marin is natuurgebied volgens mij. Of Oakland. Eén is het natuurgebied, toch? Nee, Marin heeft een beetje een haven en zo. En Oakland, dat is een beetje achtergesteld. Marin ziet er super mooi uit, vond ik. Dat haventje, die hebben echt mooie architectuur. Mooie huisjes. Klopt. Nee, serieus. Vond ik echt vet. Ja. Dus de vibe is heel anders, direct. Ja, de vibe is heel anders. En dat merk je ook gewoon terug in het hele verhaal en hoe het begint. Ja, want het verhaal, deel 1 was je nichtje doodgeschoten. Ja, zo weer. Die was het nou eenmaal. Ja, dat was een wraakverhaal. En dit, hoe werkt het nu? Nou, de protagonist is nu Marcus Holloway. Ja. En dat is een Afro-Amerikaan. Enorme hipster ook nog eens. Enorme hipster, inderdaad. En je hebt weer CTOS, dat is zeg maar het alles aansturende computersysteem. Nou. En daarin staat hij gemarkeerd als misdadiger, maar dat heeft hij helemaal niet gedaan. Oké. Okay. Dus om zich te bewijzen voor DedSec, dat is een soort hackersgroepering, breekt hij in bij het CTOS servergebouw en om zijn eigen profiel te verwijderen. Ja. En vervolgens wordt hij ook aangenomen bij DedSec. Vervolgens wordt hij aangenomen bij DedSec en dan gaan ze met z'n allen strijden tegen Bloom, want dat is een beetje de evil company achter CTOS. Ja, soort Google ook eigenlijk, voor in nu zeg maar. Ja, nou nog wel iets meer evil. Nog meer evil, ze monitoren alles. Ja, alles ze monitoren alles en ze manipuleren allemaal shit. Dus het begint allemaal vrij luchtig, want je moet zoveel mogelijk volgers zien te vergaren. Omdat zeg maar iedereen die de app downloadt, daarvan kan je een processorkracht gebruiken om het CTOS aan te vallen. En het begint vrij luchtig met gewoon toffe dingen doen om volgers te trekken. Maar uiteindelijk wordt het verhaal wel wat steviger. Oké, daar ben ik wel blij om. Ja. Oké, hoe is de gameplay anders? Want we kunnen weer heel veel hacken, kan ik mij vermoeden. Ja, klopt. Bij Watch Dogs 1 was dat natuurlijk al heel vet. Maar vond ik wel na een tijdje vooral veel van hetzelfde. En dat is in Watch Dogs 2 is gewoon wat uitgebreider. En dat komt gedeeltelijk omdat je gewoon meer hackopties hebt. Bijvoorbeeld als je ergens een gasleiding ziet, kan je zelf kiezen of je hem gelijk wil laten afgaan. Of dat hij pas af moet gaan op het moment dat iemand in de buurt komt. Of dat je iemand er naartoe lokt. Ja. En dus daar heb je al iets meer vrijheid in. En je hebt gewoon veel meer dingen die je kan hacken. Je kan bijvoorbeeld andere auto's hacken, wat heel vet is. In de achtervolging kan je zorgen dat die politieauto in één keer naar rechts gaat en van de brug afrijdt of zo. Zulke dingen. Is allemaal heel tof. Of als je bij een gang hideout komt en er staat een stilstaande auto, kan je die natuurlijk ook gewoon gebruiken om op een vat explosieven in te rijden of zo. En die hebben ze natuurlijk ook op mooie plekken neergezet. Ze staan ook op mooie plekken dat je daar wat leuks mee kan doen. Dus het zorg gewoon, je hebt veel meer ruimte voor creativiteit. En dat komt ook omdat je nou twee drones hebt. Een vliegende en een soort autootje. Ja. En daarmee kan je ook de omgevingen verkennen en zo. En wat heel tof is ook dat je bijvoorbeeld explosieven op je drone kan plakken. En dan kan je die natuurlijk ergens naartoe laten rijden en dan af laten gaan.
En je kan de hele game uitspelen zonder iemand te killen. Ja, je kan inderdaad gewoon... Want je... Dat heb jij niet gedaan, denk ik. Nee, want... nee. Ik heb het wel bij een paar missies gedaan, hoor. Okay. Want je hebt een stun gun. Dat is eigenlijk ook je hoofdwapen. Dat past ook wel een beetje, omdat je bent een groepje vrolijke hackers. Dan is het eigenlijk ook best raar als je met je AK en je grenade launcher binnenkomt. En die stun gun is... het is wel een stuk moeilijker als je voor de niet-dodelijke aanpak gaat. Omdat als je iemand stunt, is hij 1 of 2 minuutjes of zo is hij out. Maar daarna wordt hij weer wakker. Dus je moet heel erg goed dan je strategie plannen van hoe wil je gaan lopen naar je objective toe. Ja. En je moet op tijd weer weg zijn. Je kan niet, juist eigenlijk als je non-lethal gaat, wil je rustig je tijd nemen. Maar dat kan ook weer niet, want het zit een beetje druk achter, omdat ze op een gegeven moment weer wakker worden. Maar dat is ook wel leuk, want het maakt het een stuk uitdagender. Ja, absoluut. En eigenlijk is het ook wel een beetje the way to go, omdat je bent niet zo heel sterk, zeg maar. Als je vol met je machinegeweer een baas inloopt, dat overleef je bijna niet. Je moet altijd wel een beetje tactisch aanpassen. Eerst met je drones een beetje de omgeving scouten en zo. Ja. Alvast wat dingen die je kan hacken op scherp stellen. Ja, tof. Klinkt vet. Wat ik ook heel vet vind trouwens is de omgeving. Hoe mensen op je reageren. Je kan je middelvinger opsteken of je kan gaan flirten of je kan voor mensen dansen. Ze reageren precies. Heel tof. En je hebt ook best wel wat komische personen gewoon rondlopen op de straat. Echt mensen in een donut kostuum of in een krabbenpak. Ja, jij vertelde dat je die kan laten arresteren op een gegeven moment. Ja, je hebt, op een gegeven moment kan je 2-tal upgrades aanschaffen. En dan kan je mensen taggen, zeg maar, dat ze of... zogenaamde criminele actie hebben begaan of dat ze iemand van een gang verraden hebben. Dus dan komt er een politiebusje aanrijden en die arresteert de mensen. Vet. En je kan bijvoorbeeld dus ook een gang tegen een andere gang opzetten. Of als je een hideout aanvalt, kan je de politie erheen laten doen. Dus die veeg je eerst de basis zo'n beetje schoon. En dan kan je daarna nog eventjes de restjes allemaal wegwerken. Maar dat betekent dat je die unlocks moet je zo snel mogelijk hebben eigenlijk. Die komen natuurlijk later in de game. Ik vond dat een hele fijne unlocks inderdaad om snel te hebben, ja. Oké, dan heeft de game ook nog een online component. Je kan met elkaar spelen, je kan inbreken in elkaars game als je het open hebt zitten. Hoe werkte dat? Nou, het is eigenlijk weer een beetje hetzelfde als Watch Dogs 1. Alleen de multiplayer is dit keer iets meer gestroomlijnd, omdat je had in Watch Dogs 1 een paar modi die allemaal gewoon niet zo interessant waren. Als bijvoorbeeld dat autoracen, want dat auto's rijden was in Watch Dogs 1 best wel vervelend. Dat is nu lekker, toch? Ik vind de auto's wel nog steeds een beetje nerveus, vooral op lage snelheden. Dat verschilt ook een beetje per auto, maar het is wel beduidend beter als in het eerste deel. Ja. En nu online heb je bestaat uit 3 onderdelen. Je hebt co-op missies, die kan je met z'n tweeën doen. En dan heb je Bounty Hunter en Hacking Invasion. Hacking Invasion kennen we gewoon al uit het eerste deel. Dat is iemand komt in je game en hij probeert jouw data te stelen. Je moet hem binnen een bepaalde tijd opsporen. Kun je uitzetten ook, hè? Kan je ook uitzetten. Ik weet zeker dat ze direct altijd mensen zeggen. Optioneel? Ja. Kan. En Bounty Hunter is, als er heel veel politie achter je aankomt, kunnen ook andere mensen achter je aankomen. Dus dan kunnen er, als ik het goed zeg, 4 andere mensen ook nog op jou gaan jagen. Ja. En natuurlijk kan je ook de andere rol nemen en juist op iemand jagen en iemand hacken. Dus als je te bom maakt bij de politie, worden andere mensen uit hun games gehaald? Ja, ze worden, je rijdt zeg maar rond en je krijgt dan een melding van druk op de touchpad bij de PlayStation 4 als je nu dit online ding wil doen. Oké, dat is wel vet. Het is heel vet. Oké. Hey, je hebt de game een 9 gegeven. Je bent heel blij dus. Want... Ik ben heel blij. De enige 2 minpuntjes die ik zelf echt wel heb ervaren is dat de stad wel heel sfeervol is, maar soms wat leeg. Ja. Want één moment rijdt er gewoon veel auto's, maar soms is in één keer de straat bijna leeg. Dat is gewoon, dat doet wel een beetje af aan de sfeer. Ja. En ik had een paar keer wat problemen met de framerate. Als ik heel hard in een auto reed, bijvoorbeeld dat ik een klein beetje inkakt. Ja, oké. Nou, hartstikke goed. Dankjewel Leon. Voor alles over Watch Dogs 2, check vooral gamers.nl. Ook de uitgebreide geschreven review. Het was namelijk uitgebreid. In romanvorm bijna. Dus als je echt alles wil weten over Watch Dogs 2, check vooral de review op gamersnet.nl. We will not be lied to. We undeniable. We will not be afraid. We will not be silent. It's time we stand together. The numbers haven't stopped climbing. And what are we gonna do? Aim bigger.